Ik shoot inmiddels al zo'n 4 jaar met camera's van Sony. Voor lange tijd met mijn Sony A7 III en inmiddels met mijn gloednieuwe Sony A7 IV. Tijdens het instellen van deze camera kwam ik erachter dat ik door de jaren heen de perfecte setup voor zowel fotografie als videografie heb gevonden. En in deze video ga ik jou laten zien hoe jij jouw nieuwe Sony camera precies op deze manier instelt. Voordat we diep in het menu gaan duiken, wil ik jou eerst meenemen in wat je eigenlijk allemaal in kunt stellen op deze camera. Want het mooie aan Sony camera's is dat eigenlijk iedere knop te programmeren is. Zo heb je hierboven op de camera een wieltje zitten met de cijfers 1, 2 en 3. En daarmee kun je eigenlijk een soort van presets aan jouw camera toevoegen. En dat kan in zowel de fotografie als de videostand. Dit wiel aan de bovenkant zijn natuurlijk niet de enige knoppen die je kan instellen. Want je hebt hier ook een C1 knop, een C2 knop, een C3. En eigenlijk kun jij iedere button op de Sony camera instellen. Dat heb ik dus ook gedaan, want ik wil eigenlijk zo min mogelijk in het menu zitten. En zeker met die fotografie en videostand heb je zoveel mogelijkheden om presets te programmeren in jouw camera, dat je eigenlijk nooit meer in het menu hoeft. We gaan zo meteen ook echt door het menu heen lopen en langs iedere instelling af om echt te kijken van wat nou iedere instelling doet. Maar voordat we hier helemaal doorheen gaan lopen, is het goed om te weten dat je de instellingen ook gratis kunt downloaden in de shop op onze website. Als dit misschien jouw eerste camera is of je weet gewoon niet wat sommige dingen doen, dan zou ik je wel aanraden om verder te kijken. Want we gaan dus echt langs iedere instelling af en dan weet je ook wat je eventueel aan wil passen aan mijn instellingen die ik je nu ga laten zien. Tijd om in de instellingen te duiken. We pakken het menu erbij en het eerste wat je hier ziet is het My Menu System. En dat is iets nieuws van Sony in de nieuwe camera's. Daarin kun je eigenlijk bepaalde dingen uit het menu neerzetten, zodat je er snel en makkelijk bij kunt. In mijn menu 1 heb ik dus een aantal dingen neergezet die ik vaak verander of vaak gebruik. Bijvoorbeeld bestandsinstellingen, dat ik in 4K film. De framerate kan ik hierin aanpassen en of ik in 10-bit film of in 8-bit. Ook kan ik hier proxies aanzetten als ik dat nodig heb. Ik kan de helderheid van mijn monitor kan ik snel aanpassen. En ik kan dus ook snel mijn kaartje formateren. Dit heb ik allemaal in My Menu 1. My Menu 2, daar heb ik andere handige dingen zoals de rule of thirds, markering, intervalopnames en steady shot. Dit zijn de instellingen die ik iets of wat minder gebruik, want rule of thirds bijvoorbeeld, dat heb ik altijd aanstaan. Maar mocht ik dan toch die diagonale lijnen nodig hebben, dan kan ik die hier heel makkelijk vinden. Mijn menu is dus ideaal om dingen neer te zetten die jij super vaak gebruikt, die jij altijd nodig hebt en waarvan je weet dat je er snel bij moet kunnen. Alle belangrijke dingen heb jij hier staan. Je hebt dus 5 folders in totaal waar jij instellingen in kan zetten. En dat kun je doen bij tapje 6. En dan klik je hier op item toevoegen. En dan zoek je in het menu wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld bestand, nieuwe map. Ja, you get the point. Je kan instellen wat je wil en dan kun je dat ergens neerzetten. Dus als ik dan nu dit hier in wil zetten, dan scroll ik naar mijn menu 5. En hier heb ik nog plek. Kijk, toegevoegd. Zo kun je dus eigenlijk heel makkelijk instellingen hier verzamelen die jij vaak nodig hebt en die je vaak gaat gebruiken. Dat is echt ideaal en dat vind ik dus ook echt een super fijne functie van Sony. Dus als je het menu opent, dan kom je eigenlijk gelijk bij My Menu. En daarom is dit zo'n krachtige functie. Gaan we door naar het tweede tapje en dat is opname. Hier stel je dus eigenlijk alle dingen in die te maken hebben met de opnames die jij maakt. En het eerste tapje hier is beeldkwaliteit. Nou, dan ga je naar bestandsindeling. Ik film altijd in XAVC S 4K. Ik heb nog geen CF Express SD kaartje, dus ik kan nog niet in die hoogste resolutie filmen. Maar die gebruik ik wel heel veel MB. En mijn computer die trekt deze niet, de XAVC HS 4K. Dus ik kies deze. Nou, filminstellingen, 25 frames per seconde, want we zijn in Europa. Niet 24 frames per seconde, dat is echt Amerika. Dat is PAL en NTSC. Als je in Europa bent, film dan altijd in 25 frames per seconde. Want de lampen hier in Europa zijn iets anders afgesteld dan lampen in het buitenland. En als je dit verkeerd doet, dan krijg je allemaal flikkering in jouw beeld te zien. En dat wil je niet. Gaan we door naar opnameinstellingen. En hier film ik eigenlijk altijd in 10-bit 422. Met 10-bit 422 kun je het meeste uit jouw kleuren halen en kun je jouw color grades echt heel nice maken. Ik kies hier eigenlijk altijd voor de hoogst mogelijke resolutie, want je wil natuurlijk in de best mogelijke kwaliteit filmen. Nou, terug.
In dit tabje kun je S&Q slow motion instellen, maar om eerlijk te zijn gebruik ik dit eigenlijk nooit, want ik heb dus een van die buttons bovenop mijn camera geprogrammeerd voor slow motion. Dus S&Q is voor mij nutteloos. Oké, gaan we door. Proxies heb ik op dit moment uitstaan, dat gebruik ik niet. Mocht mijn computer het nou echt niet trekken en ik zou in camera proxies op willen nemen, kan ik dat hier dus heel makkelijk aanzetten. En proxies zijn eigenlijk lagere resolutie bestanden, waardoor jouw computer betere kwaliteit bestanden dus makkelijker kan editen. Dus stel jouw computer trekt jouw 4K beelden echt niet, dan raad ik jou aan om proxies aan te maken en dan zul je zien dat jouw edits een stuk makkelijker gaan. APS-C opname heb ik op automatisch staan en lenscompensatie heb ik ook allemaal op automatisch staan. Gaan we door naar media. Hier kun je dus ook jouw kaartje formatteren. Die heb ik ook in My Menu gezet, omdat ik dan er sneller bij kan. Maar dat kun je dus hier doen. Dan kun je kiezen welke slot jij wil. Ik heb op dit moment geen tweede SD-kaartje erin zitten, maar dat kun je dus hier doen. Nou, opnameinstellingen. Dan hier geef je eigenlijk aan op welk SD-kaartje die je opneemt. Daar heb ik op slot 1 staan. Dat zou ik gewoon laten staan. Herstellen, media info is allemaal eigenlijk niet belangrijk. Bestandsinstellingen, die heb ik wel aangepast. En hier kun je dus jouw bestanden een unieke naam geven. Ik heb hier LM ingevoerd van Lisa en Mikey. Ja, dit is toch gewoon een leuke touch. Iets meer branded, vind ik leuk. Gaan we door naar opnamemodus. En hier kun je dus dadelijk echt die buttons in gaan stellen. Die 1, 2 en 3 bovenop jouw camera. Dan kun je hier programmeren. Maar daar komen we dadelijk nog op terug. Die laten we voor nu even achterwege. Hier kun je met USB streamen dingen instellen. Je sluiter kun je hier op stil zetten. Dat is handig als je een keer een bruiloft moet fotograferen of dat soort dingen. Geluid opnemen, super belangrijk. Altijd aan. Ik heb mijn audio opnameniveau op 19 staan. Werkt makkelijk met dit DAS-pijltje en de Rode Wireless Go. Ja, dat kun je dus echt super makkelijk aanpassen in jouw camera. En ook daar heb ik iets voor gevonden om dat dadelijk nog makkelijker aan te kunnen passen tijdens het filmen. Maar daar komen we nog op. Audio uitvoertijd zet je natuurlijk op live. Ik heb windrise reductie uitstaan en audio niveau weergeven heb ik aanstaan. Want je wil natuurlijk zien hoe hard jouw audio opgenomen wordt. Oké, volgende tapje. Timecode gebruik ik eigenlijk niet, dus daar kunnen we snel doorheen. Steady shot heb ik op standaard staan. Die kun je ook op actief zetten en dan kropt jouw beeld een klein beetje in. En dan is jouw handheld beeld nog stabieler, maar dan zit er dus wel een klein beetje krop op. Dus voor nu heb ik dit op standaard staan. Maar mocht ik het echt nodig hebben, dan kan ik het hier heel makkelijk op active zetten. Dit was steady shot, gaan we gauw door. Zoom, enkel optische zoom heb ik aanstaan. Ja, dit zijn allemaal instellingen die blijven gewoon lekker staan. Komen we aan bij stramienlijn weergave. Die zet je natuurlijk aan. Dat zijn dus de rule of thirds, die lijnen die je op je schermpje ziet om jouw compositie mooi te maken. Ik heb hem op driedelingsraster staan. Je kan ook vierkantsraster of een diagonaal en het vierkantsraster gebruiken. Ik vind driedelingsraster het fijnste werken. Gaan we door naar markeringsweergave. Dit heb ik uitstaan, maar mocht jij ooit in een andere aspect ratio willen filmen, dan is dit het tapje waar je van die lijnen over jouw beeld heen zet, zodat jij rekening kan houden met jouw compositie, omdat er dan een stuk van jouw beeld afgaat. Dit was dus het opnametapje. Redelijk simpel, alle instellingen. Gaan we door naar belichting. Hier kun je dus jouw ISO instellen, maar ook daar heb ik een knop voor geprogrammeerd. Ik heb die op 640 staan. Dat is de base ISO voor S-Log 3. Belichtingscompensatie 0. Belichtingstap 0,3 EV. Lichtmeetfunctie heb ik op multi staan. Dit gebruikte ik ook al in mijn A7 III en dat gebruik ik nu weer en het werkt goed. Gezicht multilichtmeting. Spotmeterpunt heb ik op scherpst.link staan. Oh, soms dan denk ik echt wat betekenen die afkortingen. Maar in ieder geval, dit zijn de settings die ik hiervoor gebruik. Witbalans heb ik vaak op automatisch staan, omdat wij veel buiten filmen. Vind ik gewoon makkelijk en daar heb ik dadelijk ook een button voor geprogrammeerd zodat ik dat heel makkelijk kan aanpassen. Maar in de basis heb ik die eigenlijk altijd automatisch staan. Je wil ook deze instellingen instellen zoals je ze eigenlijk altijd gebruikt. En dan dadelijk kun je heel makkelijk met bepaalde knoppen bepaalde details aanpassen. Maar eerst stel je het dus in zoals het eigenlijk altijd bij jou staat. Nou, voorkeursinstellingen voor white balance heb ik gewoon op standaard laten staan. Trillingvrije white balance, geen idee wat dat betekent, dus ik heb het uitstaan. Je hebt voortaan echt wel superveel opties in je camera. Ik weet ook van sommige dingen gewoon oprecht niet wat ze betekenen, maar dan zet ik ze gewoon uit. Creatieve uitstraling staat nu op standaard, omdat mijn beeldprofiel uitstaat.
Maar als ik nu dus switch naar S-Log 3, dan krijg je dus ook een flat profiel. Dan zie je ook dat ik dit niet meer in kan stellen, omdat ik dus hier mijn picture profile heb veranderd. Alleen dit ziet er even mooier uit op het schermpje. Ik heb hem eigenlijk altijd op S-Log 3 staan, maar voor deze video heb ik hem dus even op uitgezet. Zachte huideffect heb ik altijd uitstaan. Zebra's aan. Voor zebra's gebruik ik een custom setting en die zet ik op 94. Want als je dan in S-Log 3 filmt en je ziet zebra's, dan clip je nog net niet. Dus dan belicht je eigenlijk totdat je zebra's op je scherm ziet. En dan doe je net één stop minder. En dan is jouw shot in de meeste gevallen gewoon perfect belicht. Dit was dus het belichtingmenu. Gaan we gauw door naar autofocus instellingen. En in dit tabje, daar kun je dus ook weer echt heel veel dingen instellen. Zoals bijvoorbeeld jouw scherpstelfunctie. Ik gebruik eigenlijk altijd continuous autofocus. Want je wil gewoon, als je beweegt, scherp zijn, in beeld zijn. Wil je ooit manual focus gebruiken, dan zet je hier handmatig scherpstellen aan. Ik gebruik continuous autofocus. Overgangssnelheden heb ik op 3 gezet. Als je dit heel snel zet, dan gaat hij dus... Dan blijft hij echt volgen. En als je dit heel langzaam zet, dan duurt het niet heel lang, maar dan duurt het wat langer. Ik heb deze op 3 staan. Dat vind ik echt de gulden middenweg. Want ik wil niet dat mijn autofocus zo heel snappy is. Dat ziet er gewoon niet zo natuurlijk uit. Ik heb liever dat hij iets smoother gaat, zeg maar. En dat hij, ja, 3 is gewoon mooi. Mijn favoriet. Je kan het natuurlijk altijd aanpassen aan jouw eigen voorkeur. Ook dit heb ik op 3 staan. En dat zegt eigenlijk van... Of die een onderwerp blijft volgen of dat hij telkens heel snel naar nieuwe dingen zoekt. Nou, als je dit op 5 zet, zoals ik nu ga doen, dan gaat hij heel snel alles volgen. En bij dit, ja, blijft hij redelijk lang bij hetzelfde onderwerp. Ook hier, gulden middenweg, lekker op 3. Autofocus hulp, heb ik uitstaan. Scherpstelgebied. In de basis gebruik ik scherpstelgebied breed. Dat betekent dat hij eigenlijk over heel jouw sensor zoekt naar datgene waar hij op scherp wil stellen. En dan hetgeen met contrast. Daar stelt hij op scherp, zoals je nu ziet op de camera. Een andere scherpstelfunctie die ik vaak gebruik is flexibel punt. En dan krijg je eigenlijk zo'n balkje waarmee je dus echt precies op een bepaald punt scherp kunt stellen. En dit gebruik je als je dus veel meer controle wil hebben over wat er nou precies scherp is. Bijvoorbeeld hier op de achtergrond of dit puntje van de lens. En zo kun je dus heel makkelijk precies bepalen wat je scherp wil hebben. Maar over het algemeen is wide gewoon super goed. Maar als je echt die precieze controle wil hebben, dan zou ik adviseren om flexibel punt te gebruiken. Dat zijn eigenlijk de twee autofocus instellingen die ik het vaakst gebruik. Hier kun je bepalen welke je in je menu wil hebben. Ja, ik heb ze er gewoon allemaal in staan. Vind ik gewoon lekker makkelijk. Scherpstelgebied, kaderingskleur heb ik op wit staan. Niet rondgaan en standaard. Met deze instelling zorg je eigenlijk voor dat ogen prioriteit hebben bij autofocus. Dus dan stelt hij mooi scherp op je ogen. Hier kun je instellen of dat voor mensen, dieren of vogels is. Nou, dat heb ik eigenlijk altijd op mensen staan. Hier hoef je eigenlijk niet te komen. Rechter of linker oog selecteren automatisch. Gewoon lekker op automatisch laten staan. Met dit kun je aangeven dat je een soort van dingetje om jouw oog wil. Dat je ook ziet dat hij scherp stelt op het oog. Dus dat heb ik aanstaan. Prioriteit geregistreerde gezichten ook aan. Je kan dus jouw gezicht registreren en dat die sneller op jou scherp stelt. Heb ik persoonlijk niet gedaan, want die autofocus is zo goed dat dat gewoon altijd werkt. Scherpstelmap heb ik uitstaan. Scherpstelvergroting heb ik ook uitstaan. Ik vind het altijd super irritant als hij dit doet. Ja, je kan zien of het scherp is. En vooral voor manual focus is dit echt super handig. Maar ik heb er altijd een hekel aan als dit gebeurt. Dus ik laat dat lekker uitstaan. Scherpstelvergroting, geen beperking. En dit staat ook gewoon zo. Dan nog een super fijne functie in de nieuwe A7 IV. En dat is relief functie. Die heb ik aanstaan. Relief niveau op hoog. En relief kleur op rood. Wat het eigenlijk doet is, dan komt er een soort van laagje over jouw beelden heen. En dan zie je precies wat scherp is in jouw beeld. Super fijne functie. Altijd aanzetten. Dit deel van het menu loop ik gewoon even vluchtig heen. Dat is eigenlijk niet zo interessant. Afspeelmedia, dan kun je aangeven of je met jouw kaartje 1 of 2 wil afspelen. Dus als ooit jouw kaartje vol is, dan kun je hier naar kaartje 2 switchen om daar je beeld te bekijken. Ja, vergroting, selectie, verwijderen, bewerken, weergave. Dat zijn allemaal van die dingen, dat gebruik je eigenlijk niet. Mocht je jouw camera met je smartphone willen verbinden, dan kan dat hier. Je kan hier ook dingen oversturen op afstand of bijvoorbeeld jouw camera met een afstandsbediening bedienen. Dat doe je eigenlijk allemaal in het netwerktapje.
ook kun je wifi instellen. Bluetooth kun je instellen. Je kan hem aan de kabel leggen. En je kan je camera ook bijvoorbeeld op vliegtuigstand zetten om batterij te besparen. Hier bij instellingen heb je nog de basisinstellingen zoals de taal van je camera. NTSC of PAL. Dat gaat dus over die framerate waar we het net al over hadden. Dus ik heb hem op PAL staan, want ik film op 25 frames per seconde. Want we zijn in Europa. Ga je ooit naar Amerika of Canada of andere landen, dan moet je dit op NTSC zetten. En dan filmt hij dus in 24 frames per seconde in plaats van 25. Heb je mijn settings gedownload uit de shop, dan is dit de plek waar je die gaat inladen. Dan ga je hier naar dit tabje, klik je op instellingen opslaan, laden. Klik je op laden en dan ziet jouw camera een bestandje staan wat je als het goed is bij ons in de shop hebt gedownload en op jouw SD-kaartje hebt gezet. Dat kun je dan aanklikken, dan duurt het een paar seconden en dan zijn al mijn settings op jouw camera automatisch ingesteld. Super fijn, werkt echt heel goed. Let wel even op dat jouw camera de laatste versie van de firmware update heeft. Dus als jij jouw camera nog niet hebt geüpdate, zal het niet werken. En je moet zelf even in jouw camera ook een keer het bestandje opslaan. Want dan maakt jouw camera de mappenstructuur aan op jouw SD-kaartje met een bestandje. En dat bestandje moet je dus vervangen door het bestand wat je in onze shop hebt gedownload. Het is heel makkelijk. Zoek gewoon even een tutorial op. Misschien maken wij er nog wel een tutorial over. Het is echt super easy. Geen moeite. Dus dat is altijd nog een optie. Dit is ook echt een super interessant tabje. Want hier kun je dus heel jouw camera eigenlijk helemaal customizen. Zo kun je hier alle knoppen op jouw camera aanpassen. Zodat ze precies doen wat jij graag wil dat ze doen. En dat jij alle instellingen binnen handbereik hebt. Dan gaan we zo even doorheen lopen. Ik maak heel even de settings af. En dan gaan we deze custom buttons programmeren. En dan vertel ik je ook waarom ik die knop op welke plek heb zitten. Maar ik maak dus eerst even nog het menu af. Dit is ook echt een super fijne plek. Want hier kun je dus jouw functiemenu aanpassen. Zowel voor de fotografiestand als de videostand. En dit zijn eigenlijk belangrijke instellingen die je ook snel moet kunnen aanpassen met de FN-knop op de achterkant van jouw camera. Dit is ook echt super fijn. En ook hier heb ik weer van alles ingesteld per stand, waardoor je eigenlijk bijna niet meer in jouw menu hoeft. Ja, hier kan jij jouw shutterknop instellen om ook te recorden. Maar ik vind dat niet fijn, want ik fotografeer ook graag. En dan wil ik nog wel eens daarop drukken. En dan begint hij met het recorden van video. Dus ik heb dat gewoon uitstaan. Als ik video moet filmen, dan doe ik dat wel met de knop die daarvoor is. En als ik een foto wil maken, dan doe ik dat graag met de knop die daarvoor is. Dit is allemaal niet zo interessant. Aanraakfunctie heb ik aanstaan, dus dan kun je jouw touchscreen bedienen. Zoeker, monitor, dat is of jij door hierdoor wil kijken of via dit schermpje, heb ik op automatisch staan. Monitorhelderheid heb ik op handmatig staan, want ik wil hem eigenlijk altijd zo fel mogelijk. Want zeker als je buiten aan het filmen bent, wil jij gewoon kunnen zien wat je doet. Dit is ook echt een hele belangrijke instelling voor deze camera, zeker als je in S-Log 3 filmt. Als je dit uitzet, dan zie je dus echt een logbeeld. Maar als je deze functie aanzet, dan geeft jouw camera eigenlijk een soort van LUT aan jouw beeld, waardoor jij dus jouw belichting kunt checken en of het eruit ziet zoals jij graag wil. Dit heb ik op automatisch staan, niet weergeven, automatische weergave uit. Dan hebben we nog één hele belangrijke instelling bij Sony camera's en dat is de temperatuur waarop jouw camera automatisch uitschakelt. En dit is vooral belangrijk bij oververhitten. Als jij deze op standaard heb staan, dan zul je zien dat jouw camera nogal snel oververhit. Zie je, zoals ik nu heb. Kut, dan moet ik hem afkoelen. Maar als je die setting dus op hoog hebt staan, dan gaat jouw camera veel langer mee. En dan kun je dus ook blijven filmen. Ik heb die al jaren op hoog staan, ook in mijn A7 III. Iedereen heeft die altijd op hoog staan in de video's die ik online heb gekeken. Nooit problemen mee gehad. Jouw camera die gaat gewoon een stuk langer mee. Dit was het menu. Ik ga mijn camera even af laten koelen in de tussentijd. Ik had die setting niet aan moeten passen. Dan zie ik je zo terug. Gaan we nu verder met custom buttons. Dit zijn de buttons waarmee jij jouw camera precies kan instellen zoals jij graag wil. En je kan dus ook echt iedere button op jouw camera programmeren. Je ziet hier de C1 knop, de C2 knop, de C3 knop. Maar zelfs de menu of de andere knoppen kun jij een eigen functie geven om ze precies te laten doen wat jij graag wil. Ik zal even met je doornemen hoe ik mijn buttons heb geprogrammeerd. We beginnen met C1. Als ik op de C1 knop druk, dan komt scherpstelgebied naar boven. Want ik wil tijdens het filmen graag zo snel mogelijk kunnen instellen of mijn scherpstelgebied breed is. Of juist op flexibel punt. Want hiermee kan ik dus heel snel een ander focuspunt instellen.
mocht dat nodig zijn. Terwijl ik mijn camera vast heb, dus terwijl ik mijn hand niet van de camera afhaal, kan ik heel makkelijk mijn scherpstelgebied veranderen. Gaan we door naar C2, ook die kan ik met één hand bedienen. Ik wil eigenlijk dat ik mijn camera zoveel mogelijk met één hand kan bedienen. C2 heb ik op scherpstelfunctie staan. Hiermee kan ik heel makkelijk switchen van autofocus naar manual focus. Dus als ik dan nu aan mijn lens draai, dan zit hij al in manual focus. Als ik dan weer op C2 druk en ik wil hem terugzetten op autofocus, staat hij weer gelijk in autofocus. C3, die zit hier links op je camera en die gebruik ik voor white balance. Zoals ik al zei, heb ik mijn camera op auto white balance staan en hier kan ik dat snel aanpassen. Mocht ik een eigen Kelvin waarde in kunnen voeren, dan kan ik heel makkelijk hier de waarde verhogen of verlagen en ook weer teruggaan naar auto white balance. Dus C1, scherpstelgebied, C2, scherpstelfunctie, C3, witbalans. De AF-on-knop, daarmee trigger ik de autofocus. Dus dat heb ik ook gewoon laten staan. Dat is handig als ik ooit de camera ergens op richt. Dan kan ik de autofocus heel makkelijk triggeren. De AEL-knop, recht langs de AF-on-knop, die heb ik geprogrammeerd op menu. Dus ik kan eigenlijk met twee knoppen het menu openen. Met menu, dus met mijn linkerhand. Of met mijn rechterhand, terwijl ik één hand op de camera heb, kan ik ook het menu openen. Want die AEL-knop, dat is autofocus lock, geloof ik. Maar dat gebruik ik toch eigenlijk niet. Dus daar heb ik mijn menuknop van gemaakt. De knop die onder de AF-on-knop zit, daarmee bedien je dit vakje. Terwijl je met flexibel punt werkt. Maar ik heb er dus nog iets anders aan geprogrammeerd. En als ik op deze knop druk, dan gaat dat gamma weergavehulp gaat dus uit. Dat is dus handig als je in S-log filmt. En daarmee trigger je dus die LUT in jouw camera. Dat die dus eigenlijk over jouw beelden heen komt, waardoor jouw beelden al een kleurtje hebben, terwijl die ze gewoon als log opneemt. Nou, die heb ik eronder zitten. Daaronder zit de FN-knop. En dat is dus dat functiemenu, wat ik net heb laten zien in het menu. En hier kan ik dus heel makkelijk van alles aanpassen. Ik zal even vluchtig doorheen gaan. Ook hier heb ik het scherpstelgebied zitten. Ogenprioriteit, ogenherkenning. De gevoeligheid kan ik hier aanpassen, mocht dat nodig zijn. Steady shot, dat is, hier kan ik hem dus heel makkelijk op actief zetten. Maar dan krijg je dus die crop waar we het over hadden. Dus die heb ik gewoon op standaard staan. Hier heb ik ook mijn geluidsinstellingen. Dus als iemand harder of zachter praat, kan ik dat in mijn functiemenu door op de FN-knop te klikken heel makkelijk aanpassen. Variabele sluiter staat hierin. Mocht een lamp ooit flikkeren, zebra's, gamma weergavehulp en mijn framerate. Dus ik kan ook in 50 frames per seconde filmen. Allemaal heel makkelijk met die function-knop. Gaan we naar het scrollwieltje. Hier kun je aan draaien. En daar heb ik dus mijn ISO geprogrammeerd, zodat ik dat heel makkelijk kan bedienen. Ik wil niet iedere keer in mijn camera moeten om mijn ISO aan te passen via dat onhandige menu. Ik wil gewoon lekker aan mijn wieltje kunnen draaien, zodat ik heel snel mijn ISO kan aanpassen op de goede waarde. Als ik aan de rechterkant klik, waar je normaal je ISO zou aanpassen, daar heb ik mijn picture profiles neergezet. Dus hier kan ik in S-Log3 filmen of bijvoorbeeld in S-Cinetone. Dit zijn eigenlijk de enige picture profiles die ik gebruik. Meestal S-Log3, maar mocht je geen zin hebben om te colorgraden, dan is S-Cinetone ook een heel mooi profiel om in te filmen. Dat doe je dus allemaal met deze button. Met de knop naar boven kan ik de settings zien, de settings weghalen, histogram tevoorschijn toveren, kijken of mijn camera geleveld is en natuurlijk zie ik ook de audio levels. Nou, ik heb hem meestal op deze weergave staan, die vind ik het fijnste. Dan zie ik mijn histogram, de belichting en mijn audio levels en de rest is weg, want die heb ik eigenlijk toch niet nodig. Dat was het voor dit. Het prullenbakje wat je onderaan op de camera ziet, heb ik geprogrammeerd in crop mode. Nou, daar heb ik de C4 knop voor geprogrammeerd. En als laatste custom buttons heb ik mijn diafragma en mijn sluitertijd omgewisseld. Dus ik heb mijn diafragma hier aan de achterkant zitten, terwijl die normaal gesproken aan de voorkant zit. Tijdens het filmen staat jouw sluitertijd toch vast, dus heb ik liever mijn diafragma aan de achterkant zitten, omdat dat toch de instelling is die je het vaakst aanpast. En mijn sluitertijd heb ik dan aan de voorkant zitten. En met fotografie gebruik je sluitertijd natuurlijk vaker, maar ik ben daar inmiddels zo aan gewend en ik vind het eigenlijk een veel logischere indeling dan hoe het standaard uit de doos komt. Dus mijn diafragma zit achter en mijn sluitertijd zit voor. Dat waren mijn custom buttons. Wil je die nou kopiëren? Ik zal even het menu tevoorschijn toveren hoe ik dit heb ingesteld. Nou, dan gaan we terug naar het instellingen tapje, naar nummertje 3. En dan klik je op de bovenste.
Nou, hier kun je dus alles aanpassen en zie je dus wat ik net heb besproken. 1 is de AEL-knop, daar zit mijn menu. 2 is de AF-on-knop, daar staat mijn autofocus aan. 3, scherpstelgebied, witbalans. 5, dat is het prullenbakje. APS-C, dat is die crop-modus. Hier kun je dus echt de knoppen van het beeld programmeren en dat dingetje waar je dus dat kleine vlakje mee bedient. Ja, ik ken de naam niet. Ik zal deze gewoon even op het scherm laten staan. Neem ze gewoon over. Boven, dat is de C2 en de record button. Op de lens zit ook nog een knop. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Maar die kun je hier dus eventueel ook aanpassen. En hier heb ik dus de wielen omgedraaid. Dus dan zie je dat mijn sluitertijd aan de voorkant zit. En mijn diafragma aan de achterkant. En ISO zit op het wiel. Dus dan kan ik echt met één hand kan ik gewoon al mijn camera instellingen aanpassen. Je wil niet te veel tijd kwijt zijn aan je instellingen. Je wil alles binnen handbereik hebben en alles makkelijk aan kunnen passen. Al die custom buttons programmeer je dus hier. Wil je er eentje vervangen? We gaan even de menuknop aanpassen. Dan kan je gewoon alles wat je wil, kan je kiezen. Klik je op en dan staat het erin. Het is echt super simpel. Ik ga het nu niet doen, want mijn instellingen staan goed. Dan zal ik je ook nog even laten zien waar je dat function menu aan kan passen. Dat is dus die FN knop, waarmee je deze dingen naar boven haalt. En dat is ook heel makkelijk. Dat doe je hier bij FN menu. Zo kun je dus voor fotografie allerlei dingen instellen en voor videografie. Dat waren de custom buttons. Dan is het nu tijd voor de laatste belangrijke instelling. En dat is deze knop bovenop jouw camera. Want daar kun je dus bepaalde voorinstellingen programmeren in jouw camera. Nou, zo heb ik in de videostand op 1 4K 25 frames per seconde geprogrammeerd. Als ik hem nu switch naar 2, dan zie je dat hij kropt. En dat is dus 4K slow motion op 50 frames per seconde. Maar zo zie je, zo kan ik heel makkelijk met één knop van 25 frames naar 50 frames per seconde filmen. Als ik switch naar 3, dan switcht mijn camera automatisch naar Full HD 100 frames per seconde. Want ook daar film ik nog wel eens in als ik echt super slow motion nodig heb. Deze gebruik ik niet zo super vaak. Meestal gebruik ik knop 2 en knop 1. Dus 4K 50 frames en 4K 25. Maar mocht ik het nodig hebben, dan is het letterlijk binnen een knopomdraai. Dus nu staat hij op 100 frames per seconde. Switch ik terug naar 4K 50 fps. En naar 4K 25 fps. Zo makkelijk is het. Ik hoef niet eens in mijn camera. Ik hoef niks aan te passen. Dit wieltje, super handig. Wil je dit instellen, dan moet je al jouw instellingen goed zetten. Dus je framerate, je sluitertijd, je diafragma en je ISO. Je diafragma zet je zo laag mogelijk. Je ISO zet je op het dubbele van je framerate. ISO zet ik op de basis ISO voor S-Log 3. Ik heb hem op Picture Profile 1 staan. Al deze instellingen die jij nu allemaal bepaald hebt, die ga je dus opslaan op die 1. Nou, dat is super makkelijk. Dan doe je hier het tweede tabje, opname, camera, instelling, geheugen. En dan klik je hier op welke van de drie je hem in wil stellen. Nou, ik heb hem dus op 1 staan. Ik ga hem nu niet instellen, want ik had het al goed staan. Maar hier zie je dus ook 10-bit 422, 25 frames per seconde, 4K, autofocus continuous, scherpstelgebied breed, automatische witbalans, autofocus aan en de camera settings goed. Al deze dingen neemt hij allemaal mee. Dus zorg dat je al deze dingen goed hebt ingesteld zoals jij die graag wil. En dan kies je hier een van die cijfers en dan slaat hij het daarin op. Als je meerdere lenzen hebt, bijvoorbeeld een prime lens en een zoom lens en eentje die is f4 en de andere is 1.4... zou ik het even instellen met jouw prime lens op jouw camera. Dus dat jouw diafragma op 1.4 staat. Want als je dan jouw andere lens erop hebt zitten van f4, dan pakt jouw camera automatisch f4. Dit scheelt gewoon een paar keer aan jouw knoppen draaien. Want je wil niet als je dan je prime lens opzet en je switch, dat je dan iedere keer je diafragma nog moet verlagen. Dus je kan beter zo laag mogelijk instellen met de laagste f-getal wat je hebt. Meestal een prime lens. En dan later jouw zoom lens weer op doen. En dan pakt hij automatisch het laagste diafragma. Dit wiel is dus super handig. Want als je switcht naar fotomodus, dan krijgen die 1, die 2 en die 3 dus ook weer hun eigen preset. Dit was op de A7 III niet. En daar gold het dus echt voor zowel foto als video. En daar gebruikte ik het alleen voor video en niet voor foto. Maar nu kun je het dus ook voor fotografie gebruiken. En dat is super chill. Dus als ik van manual naar 1 switch, dan staat hij bij mij automatisch in de beursmode. Luister maar eens. Als ik hem dan op 2 zet, dan heb ik eigenlijk ingesteld dat de sluitertijd geen geluid meer maakt. Luister maar eens. Zie je? Hij heeft een foto gemaakt, maar je hoorde de sluiter niet. En als ik nou dus
wil switchen naar beursmode, zet ik hem weer in 1. En als ik normale foto's maak, gewoon manual. Dus de derde knop gebruik ik hier niet. Dat was iets te veel van het goede. Maar ja, dit is dus echt de kracht van deze button bovenop. En als ik nu weer naar video ga, dan kan ik weer heel makkelijk snel filmen in 4K 25 frames per seconde. Dus die button bovenop, in combinatie met al die knoppen op de achterkant, zorgt er eigenlijk voor dat ik nooit meer in mijn menu hoef. We hebben dus heel het menu doorlopen. Je weet wat iedere instelling doet. Je weet waarom ik bepaalde instellingen heb gekozen. Maar wat ik jou eigenlijk mee wil geven is, stel jouw camera zo in dat jij nooit meer in je menu hoeft. Je hebt voortaan zoveel opties om jouw knoppen te programmeren in jouw camera, dat je op iedere shoot, dus waar je ook bent, of je nou een corporate video opneemt, of een bruiloft, of je bent op vakantie, of je maakt een reisvideo, of je maakt fotografie video's, of je maakt portretten, of whatever. Met deze instellingen en met deze knoppen kan jij ieder type shoot doen. En dan sta je niet zoals een kneusje te pielen met jouw instellingen. Je hebt gewoon alle knoppen binnen handbereik. En geloof het of niet, het is best wel even wennen als je die knoppen net hebt ingesteld. Want vaak sta je dan van, oh, wat doet deze knop ook alweer? Of waar heb ik dit ook alweer op geprogrammeerd? Ik weet nog goed toen ik mijn A7 III settings op Lisa's camera had ingesteld, dat ze ook heel de tijd aan het pielen was met, wat doet dit? En wat doet dit? En wat betekent dit ook alweer? Maar nou is ze door. En sindsdien heeft ze nooit meer teruggekeken. Dat is gewoon echt fijn. Je wil gewoon alles binnen handbereik hebben. Je wil jouw camera blindelings kunnen bedienen. En je wil dat je alle belangrijke instellingen supersnel en super makkelijk aan kan passen. Download die instellingen in onze webshop. Probeer ze uit op jouw camera. En pas natuurlijk gewoon de dingen aan die jij graag anders ziet of die jij graag anders doet. Vond jij de informatie waardevol? Laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Wij plaatsen hier graag reisvideo's, fotografievideo's en videografie tips en tricks. We zijn achter het schermen druk bezig met het ontwikkelen van onze online training Video 101. Dus ik had eigenlijk nog helemaal geen tijd om mijn camera uit te testen. Die training die is bijna klaar. We gaan hem binnenkort lanceren. En dan heb ik dus ook weer heerlijk tijd om foto's en video's te gaan maken met deze prachtige camera, de Sony A7 IV.